2007 gestopt met koersen eind 2007. Dus het heeft eigenlijk tot en met 2014 geduurd voordat ik echt terug ben gegaan in het wielrennen. We zijn toen de ploeg begonnen, de Rompot. Ja, het leek me wel leuk om met jonge Nederlandse renners aan de slag te gaan. Om mijn ervaring, zeg maar. Kijk, ik ben altijd een no-nonsense renner geweest. Echt mijn passie voor het fietsen. En we wilden dat als ploeg ook een beetje uitdragen. Dus niet te veel poespas eromheen. En gewoon op een normale manier een beetje jongens proberen wijs te maken om voor de vak te leven. En wat dat precies inhoudt, dat was voor mij altijd de grootste uitdaging. Om... Ik ben er wel achter gekomen dat het merendeel van de jongens toch wel een eigen mening hebben, een eigen manier van beleving van de wielersport. En heel vaak hele simpele dingen worden dus niet altijd aangenomen. En, ik denk ook wel eens dat ze het in deze tijd te moeilijk maken. Dat ze te veel over dingen nadenken. Tom Valseman, wie we...